Ik heb op de academie gestudeerd in Den Haag. Autonome kunst, schilderen en tekenen. En maakte in dat jaar hele grote houtdrukken. En daar gebruikte ik dia's voor om dat over te zetten. En dat is eigenlijk het begin van mijn fotografische carrière geweest. Je zou mijn stijl, mijn werk kunnen zien als een scanproces van de stedelijke omgeving die ik vertaal naar zwart-wit drukken op groot formaat. Ik haal mijn inspiratie uit de architectonische ruimte, plaatsen met een verhaal. Voor de SOMFI Photography Award met het thema Gimme Shelter ga ik naar de Vondelbunker, een oude atoombunker in Amsterdam, waar vroeger hippies, provo's en junks rondhingen en waar nog altijd een anarchistisch sfeertje hangt. Ik ben Steven Keppel, 47 jaar oud en werkzaam als beeldend kunstenaar in Amsterdam.